gestolen koper van de airco-installaties, schade aan het antieke uurwerk en losgetrokken koperen platen van de koepel. Dat is de schade die is aangericht in het torengebouw van Oud-Financiën aan het Onafhankelijkheidsplein. Vanmorgen is door een team van het ministerie van Openbare Werken, OW, en de stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, SGES, een inspectie geweest in het gebouw. Op 23 juni jongstleden werd enorme schade aangericht aan het torengebouw van Financiën. Vandaag, 5 dagen later, werd een complete ravage aangetroffen. Losgetrokken airco-installaties en TL-armaturen, een gesloopte elektrische bekabeling en sporen van vuur. Met de brand aan de Herenstraat het afgelopen weekend is vooral dit laatste erg zorgwekkend. Het markante monumentale pand staat al jaren leeg, sedert het vertrek van het ministerie van Financiën en Planning uit het gebouw. SGES heeft meerdere malen de oproep gedaan voor het beter beveiligen van het torengebouw, echter zonder resultaat. Op haar Facebookpagina concludeert de stichting dat het gaat om dezelfde persoon die de binnenstad afloopt voor het stelen van koperen, waterleiding en airco-installaties. Door directeur Vijay Durgamisir van bouwkundige en stedenbouwkundige werken van het ministerie van Openbare Werken is de opdracht gegeven om noodmaatregelen aan de koepel en de omloop te treffen om erger te voorkomen.